Hoi. Maar jij weet dus alles over tijgers. Ik weet heel veel over tijgers, ja. Top. Klopt. Dus ook over hun tong. Jazeker. Ja, 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 de tong, daar kan ik je alles over vertellen. Wist je dat de tong van een tijger eigenlijk identiek is aan die van een huiskat? Huh? En dat komt omdat ze allebei katachtigen zijn. Weer wat geleerd. Klopt het eigenlijk dat katachtigen zo'n ruwe tong hebben? Ja, dat klopt zeker. Als je voelt, hè, als je huiskatje likt, dan voel je ook zo'n hele ruwe tong. Een beetje zoals schuurpapier. Even voelen. Ja, dit is precies hoe het voelt. Ja, ja, nou, ja. Weet je hoe dat komt? Nee. Dat heeft te maken met die kleine bobbeltjes die wij ook op onze tong hebben. Ja, precies die. Ja, papillen noemen we die. Ja. Alleen bij tijgers en leeuwen zijn ze veel groter. En eigenlijk een soort schepvormige stekeltjes. En die stekeltjes, die geven dus dat ruwe gevoel? Ja, precies. Ja. Die stekeltjes, dat zijn eigenlijk een soort uitstulpingjes die naar achter gebogen zijn. En gemaakt van keratine. En keratine, dat is ook het spul waar je haar van is. Of bijvoorbeeld je vingernagels. Ah, dus dat is eigenlijk best wel stevig. Ja, heel stevig. Ja. Nou, het nut van die ruwe tong, dat heeft eigenlijk twee redenen. De eerste reden is dat die tong zorgt dat die vacht netjes blijft. Ah. Die stekeltjes die op die tong zitten, ja, die gaan eigenlijk als een soort kammetje over die vacht heen. Oh. En daardoor blijft die vacht schoon. En het voordeel daarvan is, als een kat en een tijger in dit geval een schone vacht heeft, dan blijft die ook nog eens waterdicht. Dus super. Ook nog een soort regenjas. Maar hoe kan het dan dat die vacht ineens waterdicht wordt? Nou, onder die vacht zit natuurlijk huid. Ja. In die huid er zitten allerlei kliertjes, talgkliertjes. En als die kat met zijn stekelige tong door die huid heen gaat, dan komt er wat talg los. Ja. En dat likt hij eigenlijk door zijn vacht heen. Dus die hele vacht, daar komt een vetlaagje op. Nou, en dan krijg je dus dat regenjaseffect. En de tweede reden van die ruwe tong, dit is een tong geweest van een tijger, een echte tong. Zie je al die stekeltjes? Ja, het zijn er wel duizend. Wat veel, hè? Ja, bijzonder, hè? Ja. Nou, en die stekeltjes, die gebruiken tijgers om echt dat laatste beetje vlees van het bot af te schrapen. Ah, oké. Okay. Nou, met drinken gebruiken ze diezelfde stekeltjes, maar dan als een soort kommetje om het water naar binnen te krijgen. Dus het water blijft hangen aan de stekeltjes en het water gaat naar binnen in de mond. Dus zo'n katachtige tong is eigenlijk kam. Precies, om de vacht te kammen. Yep. Bestek. Inderdaad, de stekeltjes naar achter om te eten. Yep. En een luizenkam. Ja, want als je je vacht kamt, neem je gelijk de luizen mee. Handig. Maar je vergeet één ding, Eva. Oh. Een duizend dingen doekje. Ja, want je wordt lekker schoon. Precies. Of tenminste die kat en tijger dan, hè? Wij niet. Inderdaad. Ja.